Hans, moet je nou kijken wat je naar water staat te verspillen, idioot? Man, het gaat regenen. Die auto wordt nou vanzelf weer schoon. Kom op, we gaan naar binnen. Jeugdje bij. Meetien is, dat kan niet, hè? Uitdringen in radio. Ik vind het wel lekker, zo'n buitje. Ik bedoel, ik hoor de hele week hoor ik al mensen zeuren van... Oh, wat is het warm. Oh, wat is het heet. Oh, wat een droogte. Oh, wat een hitte. Oh, ik wou dat het ging regenen. Mijn gras is geel. Mijn planten gaan dood. En nou regent het eindelijk en dan begint iedereen te zeuren dat het regent. Ik vind het prima hoor, zo'n buitje. Een buitje? Zeg maar gerust een wolkbreuk. Zeg maar gerust een dubbele wolkbreuk. Ik heb trouwens op de radio gehoord dat die hitte nog wel een tijd zal aanhouden. Of we even zuinig zijn met water. Ja, precies ja, Frans. Of we zuinig willen zijn met water. Dat vragen ze nou al 3 dagen. En jij staat net gewoon je auto te wassen. Met een tuinslang notenbenen. Belachelijk. Ja, Frans, belachelijk. Het valt allemaal wel mee. Zoveel water gebruiken we niet. Hè? Bij het opstaan een keertje doortrekken, tanden poetsen, beetje water voor een kopje thee. En moet je kijken hoeveel water we hebben in het land. Hè? Het IJsselmeer, de Biesbosch, al die plassen, meren, de zee. Hè? Zo snel zijn die niet leeg, hoor. Het wordt allemaal zwaar overdreven. En met die verontreiniging, dan loopt het ook zo vaart niet mee, hoor. Mij krijgen ze niet gek. Het is allemaal niet zo erg. Niet zo erg? Hoe vind je die? Je zou eens moeten kijken in zo'n waterleidingbedrijf hoeveel moeite en energie het kost om uit dat vervuilde grondwater en het water uit de rivier goed drinkwater te maken. Weet jij wel hoeveel water wij per dag gebruiken? He? 135 liter. Tenminste, een normaal mens. Als ik jou zo bezig zie, dan schat ik je in op het dubbele. En dat is echt ontzettend stom. Ja, ontzettend stom. Jij houdt ook van overdrijven, zeg. Ik gebruik helemaal niet zoveel water. Ik zal het voor je uitrekenen, hè? Nou, een kopje thee. Nog een kopje thee. Om 11 uur een kopje koffie. Nog een kopje koffie. 'S Avonds nog een kopje koffie. Nou, zeg dat ik op een dag 1 liter water drink, hè? Nou, dan de douche is 10 liter per minuut. Nou, plantjes water geven is 0,5 liter. 3 keer doortrekken is, nou, 2-3 liter per keer. Ik denk dat ik op een dag aan, nou, 50 liter kom. En die rotkippetjes dan? Met het lekkere haantje? Hou je er buiten, mafkees? Jongen, jongen. Nee, ik heb een idee. We nemen de proef op de som. We doen een weddenschap. Ik heb bij mij achter op het landje nog een regenton. Daar kan 150 liter water in. Als jij genoeg hebt aan 50 liter per dag... Dan kan jij dus 3 dagen doen met het water uit die ton. Als jij je redt met 50 liter per dag, dan trakteer ik jou op een etentje. Lukt het je niet, trakteer jij mij. Oké, is best. Wat jij wil. Ja, maar ik hou je wel in de gaten, hè? Niet leuk. Oh. Hebben ze hier een broeikas neergezet? Die ton die lag er helemaal achter. Ik heb helemaal moeten omlopen. Ik heb je wel 4 keer geroepen, man. Oh, nou, ik heb niks gehoord. Oh, nee? Absoluut niks. Nou, nee. Hier, pak aan. Hè? Ja, hoe? Ja, nogal hoe? Lekker makkelijk. Ja. Hé, hey, joh, Frans. Zal ik het even doen? Straks dondert je nog in het water. Goed idee. Niet dat ik het erg vind. We redden het zelf wel, hè, Eikelenstein? Ja, hier moet zo 150 liter water in, hè, om mijn tanden te poetsen. Ja, als je maar niet vergeet dat we nog postzegels moeten uitzoeken en afweken. Wat had je beloofd? Postzegels afweken? Jawel, ja. Ja, als het maar niet te veel water kost, hè, want ik moet de komende tijd een beetje zuinig zijn met water. Hoe? Ja, zware Fransje. En dit is 140 liter. En dan komt de laatste en dat is 150. Goed zo, Frans. Hey, ik wens je veel sterkte en denk erom, ik check je. 3 dagen lang alleen maar water uit die ton. Ik controleer.
Oh, je gaat je gang maar hoor. Frans, gaat het allemaal goed met je? Zuinig zijn, dat is de kwestie, jochie. En daar kan ik over meepraten. Nou, die Frans is echt gek geworden. De kluit. Negen liter? Dit moet een rekenfoutje zijn. Kijken hoe het met je gaat. Gaat prima. Maak je geen zorgen. Ik denk dat ik, nou, 2 liter water heb gebruikt. Oh ja? En gisteravond dan? Hier, ik heb het opgeschreven. 9:50 heb jij de wc doorgetrokken. Je moet me niet belazeren, Fransje. Was een foutje. Was een ongelukje. Ik kan het je eerlijk willen vertellen, echt waar. Ik heb zelfs uitgerekend hoeveel liter water het me gekost heeft. Maar volgens mij heb ik een rekenfoutje gemaakt, want ik kwam uit op 9 liter. Dan heb jij geen rekenfoutje gemaakt. 1 keer doortrekken verbruikt 9 liter water. We zullen het meteen even uit die ton laten lopen. Kunnen we het aan de kippen geven? Want die staan ook droog, Frans. Gek, hè, ineens. Kom maar mee. Hé, Sil, als ik jou was, zou ik maar uitkijken, hoor. Er zijn een paar bijen die zijn hartstikke vals. Oh? Trouwens, Frans, als jij zo'n spaarknop op je toilet hebt gehad, hè, dan heb je dat een hoop liters water gescheeld, weet je dat? Een spaarknop? Ja.
je zeker nog nooit van gehoord, hè? Van een spaarknop. Zo'n knop gebruik je als je te plassen. Je hoeft niet voor ieder klein plasje die hele stortbak leeg te storten, begrijp je? Dus één keer doortrekken, met zo'n spaarknop, kost je maar 3 tot 4 liter water. Als jij ongeveer 5 keer per dag plast, nou zo'n zeikend als jij, bespaart dan al gauw zo'n 15 tot 20 liter water per dag. Zeg, hoe weet jij dat allemaal? Oh, dat kan je overal lezen. Ze zijn al een hele tijd bezig met de actie Gebruik minder water voor een beter milieu. Er rijdt zelfs een hele grote bus met besparingstips door het land. Daar kunnen wij wel eens heen gaan. Ja, binnenkort staat hij hier in de buurt. Nou, daar heb ik nu geen tijd voor. Direct komt Tinus met zijn postzegels en ik ga nu mijn kip vangen. Kazan, hier! Als je die haan nou ook loslaat, dan pakt die de kip wel. Even nadenken. Ellende met zo'n gieter. Volgende week kan ik het tenminste weer gewoon met de sproeier doen. Het water geven heeft een hoop water gekost. Daar moet ik een beetje mee op gaan passen. Frans, wat doe je nou? Je gaat er niet midden op de dag die planten water geven? Verdampt allemaal weer. Dat moet je s'avonds doen. Dat is toch zonde van al dat kostelijke drinkwater? Dat doe je er niet mee, wijsneus. Zo, nou even lekker douchen. Shit, douchen. Dat mag niet van het mens van Millekamp. Postzegels om af te wijken. Oh nee! Wou je die allemaal afweken? Joh, dat kost minstens een tuil water. De water kan ik nou echt niet missen hoor. Water niet missen? Nee, water niet missen, nee. Ben je soms de weddenschap vergeten? Tinus Vlug, hè? Dat mag niet van het mens van Millekamp. Nou, opruimen die handel, dat doen we volgende week wel. En nou ga ik douchen, want die flauwekul heeft al lang genoeg geduurd. Ik geloof dat die Frans echt gek is geworden. Die Millekamp kan me wat. Wat is dit? En waar is Frans? Ja, Frans doet wat vreemd de laatste tijd. Hij liep in zijn blootje en hij zei, die Millekamp, die kan me wat. Toen liep hij naar de douche. Nee toch, hè? Die gluipert. Betrap! Hoe lang sta je daar al? Een minuutje of 2, 3, misschien 4. Ha, leugenaar. 5, 6, 7 zal je bedoelen. Misschien wel 8. Hoeveel water denk jij dat het kost? Een minuutje of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 douchen. Hm? Doe die kraan uit! Een litertje of 10, 20. Ach, wel nee, man. Wat zie ik nou? Je hebt een gewone douchekop. Niet eens een waterbesparende. 5 minuten douchen kost op die manier, 50 liter water of zo.
Mensen, wat zeur je nou? Een douchekop is een douchekop. Helemaal niet. Die douche van jou kost liters water. En een spaardouche misschien 30% tot 50% minder. Hier zitten bijna geen gaatjes in. En de meeste zijn nog verstopt ook. Dus zoveel water kan daar niet uitkomen. Het is allemaal niet waar wat jij zegt, Frans. Trouwens, je hebt onze weddenschap verbroken. Jij zou alleen maar water uit die ton gebruiken, weet je nog wel? Als jij zo stront eigenwijs bent, ga dan maar mee naar die waterspaarbus. Die staat hier in het dorp. Nou, ga je mee? Oké. Mag ik even wat aantrekken? Of hoe zo mee? Doe maar even wat aan. Als u even hier kijkt, dan zal ik even laten zien hoe de waterbesparende douches werken. Dit zijn normale douches en dit zijn douches waar u veel water mee kunt besparen. Ik zal het even demonstreren met de meters die hier hangen. Als ik deze aandoe, ziet u dat de douche tot 12 liter loopt. Als ik vervolgens deze aandoe, ziet u dat deze douchekop slechts 5 liter water verbruikt. Met deze kranen kunt u ook water besparen. Dit zijn eengreepsmengkranen. Als we dan even doorlopen naar de toiletten. Kijk, dit zijn allemaal combinaties van waterbesparende stortbakken met toiletpotten erbij. En als u op deze knop drukt, dan kan ik hem heel makkelijk met dit knopje onderbreken. En zoveel water is meer dan genoeg. Dit ken ik, dit heb ik vroeger op school gehad. Van die oude meneer De Vries. Dat is de eeuwige kringloop van het water. Heeft u wat te vragen, meneer? Ik vertelde net aan mijn vriendin over de kringloop van het water. Dat heb ik vroeger op school geleerd bij oude De Vries. Het sneeuwt en het regent en dan komt het water in de rivier en in de grond en gaat het omhoog en wolken. Zo gaat het al duizenden jaren. Ja. Dit is die kringloop waar u het over heeft en die is eigenlijk nog net zo als vroeger bij u op school. Maar er is wel wat veranderd. Kijk, ik zal het even uitleggen. Dit is dat grondwater. Maar liefst 2/3 van al het drinkwater in Nederland wordt uit de grond opgepompt. En u zult begrijpen dat wij heel zuinig zijn met de bodem waar dat gebeurt. Maar ja, buiten die gebieden gebeuren natuurlijk ook zaken waar wij niet zoveel aan kunnen doen. Ja, bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Een deel daarvan komt in dat grondwater terecht. Ik heb het toch al nooit zo gehad op die boeren en tuiners. Nou ja, kijk, dat is overdreven. Gewoon bemesten kan geen kwaad. Maar het is de laatste jaren gewoon flink uit de hand gelopen. Er komen te veel schadelijke stoffen in de bodem terecht. De natuur kan het niet meer aan. Ja, en de zaak is uit evenwicht. Hetzelfde geldt voor het rivierwater. Daar halen we 1/3 deel van het drinkwater vandaan. Vroeger was de rivier ook in evenwicht. En er kwamen natuurlijk ook wel afvalstoffen in terecht. Maar die kon de rivier zelf weer afbreken. En verderop de rivier konden mensen met een gerust hart het water weer gebruiken voor de drinkwatervoorziening. Maar tegenwoordig is de verontreiniging van de rivier te groot. Ja, de natuur kan het niet meer aan. En de waterleidingbedrijven moeten te veel extra moeite doen om alle afvalstoffen er weer uit te halen. Meneer, heeft u geluisterd? Ja. Let u maar niet op hem, hoor. Hij is de grootste waterverspiller uit de buurt. En van vervuiling van het milieu heeft hij nog nooit gehoord. Kom mee, Frans. Hè? Sorry, mensen. Ja, ik schaam me dood voor jou. Hè? Wat doe ik dan? Kom mee, hè. Nou, die vrouw van die bus die zal ook wel denken, zeg. Hoe bedoel je, Millekamp? Ach, dat gezeur over die kringloop. En die oude De Vries van je school. Ja, nou, dat was ook zo. Dat is allemaal oude koek. Net als dat daar. Hey, stel het je over, bemesters. Passen jullie een beetje op ons grondwater? Oh, wat ben jij grappig, zeg. Vreselijk grappig. Al die mensen in die bus die naar je stonden te kijken. Ik schaamde me echt kapot. Maar ja, jij trakteert, hè. Ik heb wel gewonnen. Wat? Hoezo? Hoe bedoel je? Jij zou 3 dagen doen met 150 liter water. Nou, dat kon je niet. Hartstikke flauw. Afspraak is afspraak. Jij trakteert. Je kan een boterham komen halen. Ik ben echt niet zo stom als je denkt. Hè? Ik heb echt heus wel wat geleerd. En ik ben echt wel bereid om mijn gedrag te veranderen. Ik bedoel, zeker als het gaat om het milieu. Hè? Je kent me gewoon nog niet goed genoeg. Jij kent mij ook nog niet goed genoeg.
Ik kan heel fel worden, hoor, weet je dat? Zeker als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Ach, mens.